zorgen die vanuit de gemeenschap zijn over de risico's, ja, die deel ik zeer. En ik wil dus ook de gelegenheid aangrijpen om dat ook hier aan te geven. Van doe in vredesnaam voorzichtig. Zelfs als u kleine kinderen heeft, hou ze binnen. Het is gewoon niet verstandig. Het is levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk dus, dat vuurwerk volgens burgemeester Jan Nieuwenburg. Maar een algeheel verbod komt er niet in horen. Ondanks een initiatief van 52 inwoners. Waarom zij dit willen, durven ze niet op camera te vertellen. Uit angst voor represailles van vuurwerkliefhebbers. In het initiatief staat ook dat er vuurwerkvrije zones moeten komen bij ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en kinderboerderijen. Of dat wenselijk is en welke plekken daar eventueel voor in aanmerking komen, gaat de burgemeester wel onderzoeken. Maar een verbod komt er dus niet. Vuurwerkverkoper Lodewijk Vermeer vindt dat een verstandig besluit. Op het moment dat je dus het legale consumentenvuurwerk verbiedt, krijg je dus een hele groep mensen die dus gaan zoeken naar een andere manier van vuurwerk afsteken. En die dat ja, uiteindelijk ook gaan vinden bij bijvoorbeeld de buurman in het schuurtje of die geen bunkers heeft en die geen goedgekeurde sprinklerinstallatie. Dat is natuurlijk nog veel gevaarlijker dan het echte consumentenvuurwerk. Vuurwerkvrije zones vindt Lodewijk wel een goed idee. Zoals hij het ook met de initiatiefnemers eens is dat het illegale vuurwerk een gevaar is. Maar een verbod op alles is niet de oplossing. Wij zijn niet de bron die je moet aanpakken. De bron ligt natuurlijk bij het illegale vuurwerk wat al ver voor die periode verkocht wordt. Dat vinden gemeenten dus ook. En dus kunnen deze pijlen met oud en nieuw gewoon de horens de lucht in.